In jouw leven, in mijn leven, dit is hoe God werkt. Amen. Dit zijn de vier seizoenen. En jij bevindt je in elk van deze vier seizoenen. En die willen we graag nog met jullie delen. Seizoen van nemen. Wanneer we in het seizoen van nemen zitten, dan is het best oncomfortabel. Dan voelen we ons niet zo geweldig en dan voelt het alsof de grond van onder ons voeten gehaald wordt. En zoals Christophe zei, 7 jaar geleden bevonden wij ons in een seizoen van nemen. Wij zaten er middenin. Wij zaten al jaren in een kerk en wij waren daar super hard betrokken. En plots viel dat weg. Plots nam God ons uit die kerk. Hij liet het toe dat we uit die kerk gingen. En alles werd nieuw. Alles werd anders. Christophe belandde toen in een vroege midlife crisis. Dat was ook ineens een goede relatietest. We zijn daar heel goed doorgekomen. Maar voor hem was het alsof het plan voorbij was. Is er nog een plan van God? Wil God nog dingen met mij doen? Is het niet te laat? Ik had andere gevoelens. Ik had gevoelens van boosheid en ik moest afrekenen met die gevoelens om rust te vinden en dat God ons kon brengen naar iets nieuws. Het seizoen van nemen is best een seizoen waar angst bij gepaard gaat. Een seizoen waar het niet zo makkelijk is, waar je niet zo lekker voelt. Zo zeggen jullie dat toch, hè? Niet zo lekker. Ik ben goed bezig. En beetje bij beetje werd alles wat rustiger, godzijdank, maar ook niet echt comfortabeler. Want Christophe en ik kregen allebei op ons hart om een kerk te starten in België. Ik hoor jullie al denken, een kerk starten, wat een idee. En soms denken wij dat ook. En dachten wij dat ook. Zo à la Mozes van, wij toch niet. Nee, God, neem iemand anders. Maar die roeping die je dan voelt, die houdt je op de been en die geeft je passie om verder te gaan. Want weet je, we hadden geen geld, we hadden geen mensen, geen gebouw en we gingen een kerk starten. Dus het was best angstaanjagend, overweldigend. En we zaten midden in het seizoen van nemen. We waren weggenomen uit een kerk en wij gingen naar ergens waar we nog niet wisten naar waar we gingen. Dus God neemt je, maar je weet nog niet waar hij je zal brengen. En dat is het seizoen van nemen. En zo is het ook bij ons allemaal. Hij neemt ons uit situaties. Hij neemt ons uit comfortzones. Uit een periode waar we ons goed voelen. Waar we ons makkelijk voelen. Hij neemt ons weg, maar we weten niet waar naartoe. Hij laat het toe ook dat we weggenomen worden. Hij laat het toe dat we onze job verliezen. Dat we verplaatst worden misschien naar een andere regio. Hij laat het toe dat relaties stuk gaan. Dat onze partner zegt, ik ga bij je weg. Hij laat de dingen toe. Hij laat het toe dat je weggenomen wordt. En het probleem is dat we niet weten waar naartoe. Het zou zo makkelijk zijn dat we al weten, we krijgen een andere job. Misschien een job waar we ons nog beter bij voelen. De situatie wordt beter. We gaan ons terug comfortabel voelen. Het wordt alleen maar beter. Of we gaan een nieuwe partner tegenkomen. Of nieuwe relaties hebben, vriendschapsrelaties, die ons leven geven, die ons blijdschap geven. Moesten we dat weten, ja, dan is het seizoen van nemen helemaal niets. Maar helaas is het zo niet. Zo werkt het niet. Het is angstaanjagend. En vaak houden we vast aan onze situaties en willen we niet weggenomen worden omdat we bang zijn voor de toekomst. En zo was het ook met de Israëlieten. Na 400 jaar slavernij nam God hen eindelijk weg. Je zou denken, joepie, die moeten blij geweest zijn. En toch wilden zij terug. Terug naar de plek die zij haten. Terug naar de plek waar ze hadden afgezien. Terug naar de plek waar ze angst hadden uitgezeten. Ze wilden terug. En weet je waarom? Ze wilden terug omdat de angst voor onzekerheid groter was dan de situatie waar ze in zaten. En zo is het ook met één ieder van ons. Wij willen blijven in onze comfortzone. Wij willen blijven in onze situatie. Wij willen blijven in die job, in dat project. Wij willen blijven in die relatie. Ook al is het misschien niet het beste voor ons op dat moment. En ook al wil God ons wegnemen
om ons beter te maken. Ook al wil God ons wegnemen om ons verder te brengen. Ook al wil God ons wegnemen om ons te zegenen. En dat is ook het volgende seizoen waar God ons in doorleidt. Het seizoen van zegenen. En dan kom je in het seizoen van de zegen. En iedereen houdt van het seizoen van de zegen, toch? Ja. Dit is ons favoriete seizoen. En we denken, yes. Dit maakt het de moeite waard. Heel de neemfase is de moeite waard als je in het seizoen van de zegen komt. Alle oncomfortabele dingen, alle angsten, alle miserie. Er is niks beter dan gezegend te worden. En oh boy, hoe heeft God ons gezegend? En wat zijn we daar dankbaar voor? Want we kregen een plan en we kregen een roeping. En God voorzag. Hij voorzag hier mensen voor een launchteam. Hij voorzag een fonds om de kerk te starten. En er kwamen mensen opdagen op de eerste kerkdienst. Stel je voor. En mensen kwamen tot geloof. En mensen werden gedoopt. En er was enthousiasme. En we leerden mensen kennen, zoals Remco en anderen. En we leerden mensen in Amerika kennen. En we gingen naar conferenties. En we kwamen op plekken als nooit tevoren, zoals in dit Heerlen. Stel je voor, helemaal van Leuven kom je helemaal dit in Heerlen. En dit is zo mooi. Het maakt het seizoen van het nemen het allemaal waard. En ook voor jullie, misschien zit je in een seizoen van zegen. En voel je niet slecht dat je gezegend wordt. Geniet ervan. Wees dankbaar. Wees blij daarover. Help andere mensen die misschien niet in het seizoen van de zegen zitten, met bemoediging dat er een tijd van zegen zal aankomen. Maar wees niet te trots. Want na het seizoen van de zegen komt het seizoen van het breken. Inderdaad, dan is er het seizoen van het breken. En niemand wil praten over het seizoen van het breken. Niemand wil denken aan het seizoen van het breken. En niemand wil door het seizoen van het breken. En Christophe en ik hadden ergens de eer, als je dat zo mag zeggen, met gemengde gevoelens zeg ik dat, dat wij verleden jaar door het seizoen van breken gingen. Op 2 juni kwam er letterlijk en figuurlijk een bobbel op ons pad. Ik voelde plots op een vrijdagavond, wij gingen een vriend, een spreker in de kerk, gaan afzetten aan het hotel in ons geliefkoosde Leuven, waar onze kerk is. En plots, we waren aan het praten en een beetje aan het stappen, en plots voelde ik hier een bobbel, een ei groot. En dan denk je, wow, dat is niet erg. Nee, kijk je naar in? Nee, het is niet erg. En 3 dagen later bleek dat het hoogstwaarschijnlijk kanker was. En dan sta je daar, vastgenageld. En dan weet ik nog heel goed dat Christophe zijn hand op mijn been als eerste ding... Het komt goed. En dan denk je, het komt goed. En het is goed gekomen. Maar het was angstaanjagend, net zoals het seizoen van nemen. Het was verschrikkelijker dan het seizoen van nemen. Het was hard. Want er waren 2 maanden van onderzoek dat we niet wisten wat het precies was. En het ging van een uitgezaaide kanker naar 2 kankers. En dan dachten wij, 2 kankers? Kan iemand 2 kankers hebben op éénzelfde moment? Is dat überhaupt mogelijk? Nog nooit aan gedacht. En gelukkig, ik werd geopereerd op 23 juli. En ze dachten aan kanker op de schildklier en lymfeklierkanker. En gelukkig was het er maar 1. Was het er maar 1 en eentje die goed te behandelen was. We gingen door chemo, of ik ging door chemo, maar gesteund door mijn wederhelftje en bestraling. En nu vandaag mag ik zeggen dat ik 6 maanden in remissie ben. En ik ben heel blij dat ik hier mag zijn vandaag. Halleluja, dank u wel God. En heel snel... Dankzij Gods genade konden wij onze klik maken en konden wij Jezus herkennen in het seizoen van breken. Net zoals in Lucas stond, je kan Jezus herkennen, want er staat en zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Het is bij het breken dat we Jezus herkennen.
We kunnen Jezus leren kennen in onze zegeningen, absoluut. Elke zondag leren we dingen bij. Telkens als we lezen in zijn woord, leren we dingen bij. Als we praten met elkaar, leren we dingen over hem bij. Maar we kunnen hem pas echt leren kennen in het seizoen van het breken. En ik wil absoluut vandaag niet gezegd hebben dat God het is die ons breekt. Dat God die kanker bij mij gebracht heeft, dat weet ik niet. Maar ik geloof het niet. Hij brengt soms dingen, dat geloof ik wel. Maar het merendeel is door het leven, door de tegenstander. Omdat het gewoon op ons pad komt. Maar hij is niet de breker, maar hij gebruikt wel de gebrokenheid. En God wil geen enkele pijn verloren gaan. God is een goede God. Hij laat niets verloren gaan. En dat lezen we ook in Romeinen 8, 28. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles, alles meewerken. Voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. God heeft een plan met jou, met jou, met jou, met mij, met iedereen. God heeft een plan met ons. En hij wil alles laten meewerken voor ons bestwil. Ten goede voor het plan en voor ons. En dat zei ook Jezus in Genesis 50, vers 20. Jullie hadden het slechtste met mij voor, zei hij tegen zijn broers. Maar God heeft alles, niet dat die ene situatie, nee, alles ten goede gekeerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er nu een groot volk in leven is gebleven. Ik kan me echt wel inbeelden dat Jozef niet op elk moment zoiets had. Ja, alles, God gaat meewerken ten goede. Laat maar komen, God. Ja, laat me maar door mijn broers verraden worden. Ja, gooi me maar in die put. Goed idee. Ik denk het niet. Dus ik ben ervan overtuigd dat het ook hard was voor hem. Maar dat hij hem wel vastgeklampt heeft aan God. En dat hij uiteindelijk gezien heeft. Alles laat God meewerken voor zijn plan en voor mijn leven. En zo gaat dat. En ook de ouders hier in de zaal, de meerderheid zijn ouders. Dus dat is een goede metafoor. Wij gaan ook de kinderen niet overbeschermen en zeggen, nee, dat mag je niet doen. Je kan alleen maar spelen in deze vierkante meter. Dan zijn we zeker dat er niets gebeurt. Nee, we laten ze los. Dat ze zouden groeien en bijleren. En als we ze leren om te fietsen met de steunwieltjes, ja, dan laten we ze vallen en opstaan. En dan laten we toe dat ze schaafwonden hebben om te groeien. En zo is ook onze God. Hij laat dingen toe in ons leven om te groeien. Om ons te zegenen, zodat we tot zegen kunnen zijn. Er is dus een medaille met twee kanten. Aan elke medaille zijn twee kanten. En in het seizoen van breken is er een harde kant. Een kant waarvan je zoiets hebt van, waarom God? Waarom nu? Waarom zo? Waarom op deze manier? Het is hard, maar er is ook een zachte kant. Dat God ons wil zegenen. Dat God ons wil verder brengen, beter maken om anderen te zegenen. En dit heb ik ook gezien samen met Christophe doorheen heel die periode van kanker. Ik heb God zo nabij gevoeld. Mijn eerste liefde was er terug. Ik ben op mijn 21 bekeerd, ik ben 39. Het lijkt wel of de chemo mij verjongd heeft, maar ik heb er altijd jonger uitgezien. Maar ik heb mijn eerste liefde teruggevoeld. Ik heb mij zo hard vastgeklampt aan hem. Ik heb dankzij zijn genade gezegd, ik ga er met u door en u gaat mij beter maken. U gaat mij gebruiken in deze situatie om anderen te bemoedigen. En dat gaf mij de kracht om door te gaan. Wij hebben leren genieten, Christophe en ik, meer van het leven. Want kerkleiders zijn is best wel energieslopend soms. Maar we hebben een klik gemaakt daar. Ik zeg, wij moeten ook genieten. En wij komen heel vaak naar Zuid-Limburg, naar Gulpen. En dan gingen wij een biertje drinken wanneer mijn goede week startte. Ik had altijd een slechte week en een goede week toen ik chemo kreeg. En wanneer mijn goede week startte, kwamen wij genieten hier in Zuid-Limburg. In het brouwerslokaal in Gulpen. Een beetje reclame, hè? Moeten jullie zeker eens langs gaan. En God heeft ons zoveel geleerd. Ik heb mensen kunnen bemoedigen, de teamleaders in de kerk. Mensen hebben gezien dat onze woorden ook daden waren.
En dat is dankzij God. Niet ons verdienste. Dankzij God die ons kracht heeft gegeven. Ons eigenlijk doorheen geholpen heeft en gesteund heeft in heel die periode. In het seizoen van breken staat je wereld volledig stil. Maar in het seizoen van breken merk je dat er iets groters is. Iets groters dan jouw leefwereld, jouw wensen, jouw verlangens, jouw kunnen. Er is zoveel meer. En dan zie je dat de Bijbel ook zegt dat we zelf blij moeten zijn wanneer ons iets overkomt. Blij zijn. Dat lees je in Jacobus 1, vers 2 tot 4. Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Toen ik dat voor de eerste keer las, jaren terug, dan dacht ik, dat moet een vergissing zijn. Dat gaat wel over iets anders. Maar nu snap ik het wel. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Het wordt beter en sterker. Je bent krachtiger. En leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch? Waarschijnlijk was het al eens gezegd en was dit een herhaling. En door steeds vol te houden, zullen jullie als christenen volmaakt worden. God wil ons meer en meer maken zoals zijn zoon Jezus. En dat kan door het breken. Het was pas wanneer we die klik hadden gemaakt, dat we door dat seizoen konden in alle rust en vrede. Want hij is heerser over hemel en aarde en hij heeft alles in zijn hand. En weet je, C.S. Lewis zei, God fluistert tot ons in onze zegeningen, spreekt in ons geweten, maar roept in onze pijn. God kan roepen in onze pijn en spreken. En je beseft pas dat Jezus alles is wat je nodig hebt, als hij alles is wat je nog hebt. Het seizoen van breken is niet om ons bitter te maken. Het is om ons beter te maken. En om het allemaal eens rond te maken, dit punt van het seizoen van breken, vind ik dit een geweldige quote. God kan aan de wereld geen brood geven dat nog niet gebroken is. En zo kom je in het laatste seizoen. En wanneer God je neemt en hij zegent je en hij breekt je, is dat niet zomaar, maar is omdat hij jou wil geven. Hij heeft een groter plan, een groter doel. En als je gebruikt wil worden door God, en ik denk dat iedereen van ons wil gebruikt worden door God, we willen God aanwezig zien in ons leven, dat hij ons door ons werkt, maar dan zal hij ons moeten nemen uit situaties, uit relaties, uit omstandigheden. En hij zal ons zegenen met dingen die veel groter zijn en machtiger zijn dan we ooit hadden kunnen bedenken. Maar er komen ook momenten dat hij dingen zal toelaten, waardoor we ons gebroken zullen voelen, verraden, pijn zullen hebben, teleurstelling, zorgen. Om jou te kunnen geven aan anderen. En dat al lijkt niet erg aantrekkelijk vandaag de dag. Hey, ik wil niet gegeven worden. Wat is er in voor mij? What's in it for me? Heer, wat kan u voor mij doen? Wat kunnen de anderen voor mij doen? Wat kan mijn partner voor mij doen? Wat kan de kerk voor mij doen? Maar als je de Bijbel niet gelooft, er zijn heel veel onderzoeken die gebeuren, wetenschappelijke onderzoeken van niet-christenen. Wat maakt mensen gelukkig? Wat geeft het geluksgevoel? En telkens is er dezelfde conclusie. Mensen zijn gelukkig als ze het verschil maken in de levens van anderen. Dat is wat de Bijbel zei, zoveel jaren terug. Dat is wat onderzoekers, universiteiten vinden. Als we het verschil maken in de levens van anderen. Daarom worden we gegeven. Omdat we werken ware voldoening en ware volheid in het leven. Johannes 10, vers 10 zullen vinden. En dit is de bemoediging en dit is zo belangrijk om te weten, om te beseffen. In welk seizoen je ook zit, als je genomen wordt, als je gezegend wordt, als je gebroken wordt, zelfs als je geeft, het brood verliet nooit Jezus' handen.